De verschillende vrouwenorganisaties van het Boven-Suriname-gebied hebben brei en haakgaren van de First Lady ontvangen. De spullen zijn overhandigd door het NDP-DNA-lid Sylvana Afonsuwa en BUSA-minister Eldis Bigli. Volgens hen is dit de eerste aanzet van enkele workshops die speciaal voor deze vrouwen georganiseerd zullen worden. Het doel is dat zij hierna een eigen bedrijf kunnen managen. Dit kwam naar voren tijdens een tête-à-tête die de minister en de parlementariër met de vrouwen hadden te Atjoni. Bij een eerder bezoek hadden de vrouwenorganisaties hun noden geuit aan de parlementariër. Volgens BUSA-minister Polak Bigli zal met behulp van haar ministerie mogelijkheden gecreëerd worden om deze vrouwen verder te scholen. Deze vrouwen hebben veel potentie en ze kunnen veel verder komen als zij die push krijgen, zegt de bewindsvrouw. En als je naar ze luistert, dan zie je dat ze borrelen van ideeën, van mogelijkheden. En wat mijn taak nu is, is om de zaken die ze hebben voorgedragen, zoals hun talent, hun cultuur, die zij graag op een ander niveau uitdragen. Daarnaast ook het feit dat ik zelf zie dat de omgeving vol zit met opportunities. Denk maar aan het feit dat er hout in het gebied is, water in het gebied, toerisme. Ik denk aan het bos. Ik bedoel, als je denkt aan het bos en hoe zoveel fauna en flora dat er is er zoveel te doen. Dus wat wij op BUSA gaan doen is concreet de ideeën verpakken, zodat ze er iets aan kunnen overhouden. Het initiatief komt van mevrouw Afonsuwa, met wie we op Buitenlandse Zaken en met het bureau van de First Lady reeds enkele projecten uitvoeren. Bijvoorbeeld, we hebben in Mashakriki en nog een paar andere gebieden toilettengroepen laten opzetten met de steun van UNICEF. We hebben met de steun van Canada ook een houtzagerij laten opzetten. We hebben verder ook getraind in Heemse en Maron vrouwen in het verfijnen van hun talent als het gaat om kledingmakerij. Dus we zijn met kleine dingen bezig om de gemeenschappen weerbaar te maken en eigenlijk economisch meer te tonen dat ze in staat zijn in hun eigen levensbehoeften te voorzien. Afonsuwa geeft aan dat zij vaker in het gebied is geweest met regeringsdelegaties. Wij hebben toen gemerkt dat er in de verschillende dorpen veel vrouwen zijn. De parlementariër zegt verder dat de vrouwen elkaar via CKT-groepen verenigen. Diezelfde vrouwen proberen op verschillende manieren een eigen kas bij elkaar te schrapen om zo spullen aan te schaffen, benadrukt Afonsuwa. Wat ik heb gezien toen we stroom moesten plaatsen hier te Pokigrong, eenmaal 24 uur stroom, konden de mensen de installaties de aansluitingen niet betalen. De vrouwenorganisatie is toen opgestaan, alleen doordat ze hebben gewerkt, geld in kas hebben geplaatst, hebben ze gewoon aansluitingen geplaatst voor ieder. En wat je moet doen, is de mensen doorstimuleren. Als je ziet dat de mensen hun sterke kant is, moet je ze door blijven stimuleren en ondersteunen. Het is namelijk zo dat er verschillende projecten zijn met buitenlandse organisaties en landen met wie we samenwerken, waarbij we een budget van kunnen krijgen om bepaalde projecten uit te voeren in dit gebied. En dus de minister was hier en ze weten, we hebben van UNICEF bijvoorbeeld ook een budget gehad om een crash op te zetten te Maasai. Het is reeds een bestaande crash, maar we gaan het helemaal renoveren. We gaan in totaal 3 crashes opzetten voor de mensen hier in het binnenland. Dat is een voorbeeld van een van de projecten. En precies zo zeg ik de dames, laten we bundelen bij elkaar komen. Daar hebben we dan niet over politiek, maar daar hebben we het echt over ontwikkeling van ons gebied. Bundelen bij elkaar komen en onze projecten op papier zetten. Parlementariër Sylvana Afonsuwa. Zij sprak over de verschillende vrouwenorganisaties van het Boven-Suriname-gebied die door haar en BUSA-minister Eldis Polak Bigli geholpen zullen worden. De vrouwen zullen workshops krijgen in het managen van een eigen bedrijf.